Ik ga een Fishman 5217 testen. De kabel zit erin vanuit de CS2 in mijn geval. Dan heb ik een bruine in de aarde en dan stop ik een groene in de uitgangen. 1, 2, 3, 4. En dan kan ik dus om de beurt zien in iTrain. Kijk maar. 1, 2, 3. Of ze inderdaad goed functioneren. En dan kun je ze zo allemaal aflopen. En zie je dat ze het goede signaal afgeven. Zo kan ik al mijn dingetjes testen. Dat heb ik ook gedaan. En kwam ik erachter dat er twee zijn. Nou, bijvoorbeeld deze. Weet je, die schiet gelijk op tilt. Alles gaat aan. En dat is dus een uitgang die kapot is. En zo had ik er ook eentje die waarvan één ingang niet functioneerde, nummertje 9. En ik had er ook eentje die twee, waarbij je bij drie of vier, dat ze samen oplichten. Dus ik vraag me natuurlijk heel erg af, is dat te repareren? Kan ik dat openschroeven en ergens iets, een uitgang repareren? Of diegene die alles, want het zijn natuurlijk nogal dure modules ook nog eens een keertje. En dat is toch wel zonde als dat dan niet functioneert. Nou, ik hoor het wel.